Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie eens hebben over wat er gaande is in het collectief. Want wat merk ik zelf bij mijn klanten, in mijn omgeving, bij vrienden, familie, gewoon in het algemeen, dat angsten zich een weg naar boven aan het werken zijn, om het zo. Het beeld dat ik krijg is zo precies een worm die altijd in het donkere geleefd heeft en nu super snel, super hard een weg naar boven probeert te vinden om lucht te hebben, om te ademen. Zoals je kan zien wanneer het regent, dan komen de wormen ook allemaal naar boven. En dat is mede door een aantal planetaire standen en constellaties en zo. Nu, het belangrijkste dat je daarover moet weten is dat heel veel zaken uit het verleden, angsten die je aangekeken hebt, dat je dacht van ik heb die volledig geheeld, ik heb die losgelaten, ik begreep van waar dat die komt, ik heb die niet meer, wat dan ook, dat die op een of andere manier eigenlijk terug weer naar boven komen. Vandaar ook dat de video van maandag verbonden was met energie vorig jaar, in juni. En afhankelijk van waar hij staat in jouw ontwaking, in jouw bewustwording, gaat dat op een andere manier zich in jouw leven tonen. Hoe dan ook, gaan we allemaal geconfronteerd zijn of uitgedaagd worden om een aantal stukken uit het verleden, zijnde relaties, zijnde patronen, zijnde ideeën en overtuigingen, die echt heel helder, recht in je gezicht, zal getoond worden en zal duidelijk worden. Je zal gewoon niet omheen kunnen wandelen, lopen. Het is een grote, enorme rotsblok op je pad. Dus je kunt niet anders dan die rotsblok uit de weg werken, er doorheen werken, dus stukjes de rotsblok kleiner maken. En hoe kan je dat nu gaan doen? Want uiteindelijk alles is energie. Nu, de bedoeling is dat je dan eigenlijk de energie die verbonden is met die angstvibratie, met de gedachten, de ervaringen, wat dan ook dat er maar rond zit, dat je die gaat gaan aankijken, dat je daarin gaat gaan bij wijze van spreken aan de tafel gaat gaan zitten, visualiseert jouw angst aan de andere kant van de tafel als een persoon en ga in gesprek met die persoon. Ga gaan kijken van wat dat is dat die angst je wil tonen, wat dat is dat dat weer naar boven komt, wat dat is dat je nog tegenhoudt om in die zuivere versie, die krachtige, authentieke versie van jezelf te gaan stappen. Het is nogmaals gebleken dat de valkuilen van de mind, van de gedachten, die mind effery, die mind chunk, zoals ik het ook graag noem, dat het zo krachtig is. En dat zelfs mensen zodanig gebrainwashed worden door bepaalde spirituele leraren vanuit hun eigen schaduwen en wonden, waardoor dat ze angsten projecteren op anderen hun proces. Natuurlijk, wanneer je helemaal in het begin van je proces staat, dan ben je een gemakkelijke prooi. En daar is natuurlijk het issue dat eerst en vooral die leraren, die zijn zich niet bewust van hun eigen schaduw, van hun eigen angsten, van hun eigen trauma's die daarin spelen. Of ze hebben er zodanige uitleg vanuit de kopings, vanuit de verdedigingsmechanismen aan gegeven, dat ze zichzelf toch nog steeds klein houden en vasthouden. Ik heb het meermaals meegemaakt dat ik op een bepaald punt kwam, dat de mensen die ik volgde of die ik aanzag op dat moment als mijn spirituele leraar, dat ik die ontgroeide. Omdat als acteur is het een van mijn talenten, een van mijn gaven om heel snel te doorprikken, om te zien waar dat mensen zich mentaal vastzetten. Waarin dat het idee dat ze hebben over hun realiteit, over hun ervaring, dat niet eigenlijk afgestemd is met wat hun ziel weet dat de waarheid is. En dan krijg ik daar informatie over. Er is iets in mijn lichaam, bepaalde frequenties, vibraties, dat ik voel van oké, die frequenties zijn niet authentiek of niet afgestemd met onvoorwaardelijke liefde en niet zuiver. En het zit hem soms in hele, hele kleine, fijne dingen. Maar je moet ook begrijpen, we zijn nu eenmaal allemaal energie. Energie in een mensenlichaam. Maar ook onze emoties zijn energie, onze gedachten zijn energie, hoe dat was gedragen is energie. En hoe hoger dat je hart gaat leven vanuit een hogere frequentie, dus vanuit een hoger bewustzijn,
hoe gevoeliger dat je ook wordt aan energie van anderen. Dat maakt natuurlijk dat ik zo heel fijn helder voel wanneer iemand iets zegt tegen mij. Dat ik voel in de frequentie, in mijn eigen frequentie, van wat dat jij mij vertelt is niet de waarheid. Ook al is die persoon er 100% of 1000 of 91% zeker van dat dat de waarheid is. Ik voel en weet dat het niet klopt. En dat is hetgeen wat jij, als je bewuster wordt, ook veel meer en veel bewuster mee mag en moet meer gaan omgaan. Al is het niet om je eigen energie te gaan beschermen, want soms ga je processen en rugzakken op jou nemen, dragen, uitwerken, proberen te healen, altijd maar constant tegenaan lopen, maar het is jouw rugzak niet. Dus dat betekent, als het niet jouw rugzak is, het enige dat je hoeft te doen is die terug te geven aan de eigenaar. En het niet zelf uit te proberen klaren of te zoeken. Zeker als coach en lichtwerker is dat een hele belangrijke. Dat je begrijpt dat je mensen maar kan meenemen op hun pad en hun proces tot zover dat zij het toelaten. Dat betekent ook dat ik regelmatig ook mensen heb die met mij samenwerken. Gedurende enkele maanden, weer even weggaan, dan terugkeren. Sommigen, bijvoorbeeld een jaar, doen 1 of 2 trajecten en die zijn weer weg. En telkens voel ik ook altijd van, oké, we zitten nu hier aan een bepaald plafond. Betekent dat dan dat die mensen niet meer verder of nooit meer verder kunnen? Nee. Vaak is het zo dat ze eerst ergens iets anders nodig hebben, vooraleer dat ze weer wat verder kunnen in hun groei. Al dan niet dan bij mij. En ook dat is oké. Dus een van de red flags, van de rode vlaggen, dat je ook bewust mee moet zijn als je met mensen samenwerkt. Als jouw coach of als jouw healer of masseur of wat dan ook maar is. Dus iemand die jou van dienst is, die jou helpt, ondersteunt in je proces. Is dat je, wanneer dat je merkt dat ze het niet fijn vinden, dat je met iemand anders zou gaan werken. Dan weet je al dat het eigenlijk niet puur vanuit die hogere diamanten energie is. Want moest dat wel zo zijn, dan zou die persoon ook begrijpen dat voor jouw proces al soms beter is om eventjes te verbinden met iemand anders. Want we hebben allemaal een andere energie, allemaal andere codes, allemaal andere lichtfrequenties en dus ook allemaal andere manieren om elkaar te helen en te ondersteunen. Dus vertrouw op de innerlijke leiding en laat jou niet iets wijs maken, maar leer je lichaam te gebruiken. Daarom probeer ik ook zoveel mogelijk mensen te leren werken met de universele vlammen, omdat de universele vlammen energie zijn die eigenlijk ontstaan zijn uit de diamantenenergie, uit de bron, uit God, uit het universum, hoe dat je het ook wil noemen, maakt niet uit. Maar dat is uit de eenheid. En dat is het eerste, als je het, als je het zou zien in een piramide, dan staat het helemaal bovenaan de diamantenenergie. En dan net eronder heb je de universele stralen, de 7 hoofdstralen. En vanuit die 7 hoofdstralen zijn er dan helemaal allerlei frequenties en combinaties gemaakt voor allerlei soorten problemen, eigenschappen, niet alleen op negatieve manier. Dus je kunt bijvoorbeeld vragen, ik werk bijvoorbeeld de laatste transmissie dat ik gemaakt heb met de aquamarine vlam, die is verbonden met helderheid. Die gaat je helpen om meer helderheid te krijgen. De violette vlam, zoals dat de meest gekende vlam, hè, die helpt om echt dingen, oude dingen te gaan transmuteren, om energieën echt volledig in gedaante te gaan transformeren. Maar er zijn zoveel meer vlammen beschikbaar. Als je bijvoorbeeld meer moed nodig hebt in een situatie, roep dan gewoon de vlam van moed aan. Als je doorzetting nodig hebt, roep de vlam van doorzetting aan. Je hoeft niet altijd een bepaald kleur eraan te koppelen. Elke vlam heeft een kleur. Maar het is niet nodig om alle informatie, alle eigenschappen van buiten te kennen en te weten welke meester dat er daarop werkt of welke engelen dat ermee verbonden zijn of welke eigenschappen of wat dan ook. Dat is niet nodig. En dat is iets wat ik ook uitleg enerzijds in mijn boek, dat is de 9e vlammen, maar wat ik ook uitleg in het traject Universele Vlammen. Daarom heb ik ook een volledig aparte website gemaakt voor de vlammen, omdat het zo'n krachtige tool is, die niet van mij is. Ik heb dat niet verzonnen. Dat is iets dat ik gechanneld heb, doorgekregen heb en woorden heb gebracht. Ik probeer uit te leggen wat dat het is. Maar meer nog zijn de transmissies die gechanneld zijn. Die zijn superkrachtig. En als je nog nooit met een transmissie gewerkt hebt of geluisterd hebt met die vlammen, dan raad ik jou aan of geef ik jou het advies om hier op mijn website, daar staan er ook natuurlijk, maar op mijn YouTube-kanaal om te kijken bij playlists, transmissies en healing met de universele vlammen,
Scroll daar door heen, laat je leiden naar wat je naartoe getrokken wordt en luister daar de komende dagen een paar keer naar. Dan ga je de kracht van de vlammen zelf ervaren. En het is net door die zelf te gaan ervaren dat je gaat gaan voelen, want je kunt het dan op dat moment niet meer ontkennen, hoe krachtig dat is. Je hoeft geen lange cursussen daarover te volgen. Het traject dat ik opgesteld heb onder leiding en in samenwerking met meester Kutumi is eigenlijk verdeeld over 9 weken. Waarom 9 weken? Omdat je dan daarin de verschillende transmissies en dus de verschillende energieën veel meer kan gaan integreren in je lichaam. En dat, vooral, meer nog, dat je lichaam de kans krijgt om die energieën te gaan integreren. Want wat merk ik doorheen de verschillende jaren dat dit traject actief is en deelnemers gaan deelnemen, is dat er vlammen zijn, weken zijn, waar dan mensen doorheen vliegen. En dan andere vlammen hebben ze moeite mee. Hebben ze meer tijd nodig om aan te wennen, om ermee aan de slag te gaan. Of zelfs laten ze die vlam eventjes aan de kant liggen. Omdat die vlam op dat moment nog te veel voor hen is. Nog niet gepast is in het proces waar ze zitten. En dat is net het mooie eraan. Je blijft toegang behouden tot de vlam. Je kan mijn vragen blijven stellen via een WhatsApp-groep. En daarom kan je ook gewoon jouw eigen proces blijven volgen. Je bent niet verplicht om gedurende 9 weken en dan daar die 9 weken, wanneer je ermee start, enkel alleen maar daarmee bezig zijn. Nee, je kan er naartoe gaan, terugkeren, nog weer naartoe gaan, weer naar terugkeren, laten liggen. 3, 4 jaar laten liggen, maakt mij niet uit. Zolang dat aangepast is op jouw proces en wat je nodig hebt. Nu, dat gezegd zijnde, als er op dit moment, dus deze periode, want daar ging de video eigenlijk over, als je met angsten geconfronteerd bent, met schaduwen geconfronteerd bent, met stukken uit het verleden, al is dat ervaringen door iets wat er nu plots komt, of je voelt je emotioneel en je denkt terug aan iets dat geweest is, of er plopt iemand uit je verleden waar je lange tijd geen contact mee gehad hebt. Kijk en ga naar binnen. Voel in jezelf wat dat is dat je nodig hebt. Vraag van, oké, wat is het? In deze situatie, in deze emotie, met die gedachte, welke schaduw is er aan verbonden? Wat is hetgeen dat dit mij kon brengen? En geloof mij, niet alle dingen die terugkomen in je leven zijn omdat er iets negatief is. Soms is het gewoon omdat dat iemand is die een zielsconnectie is. En die gewoon weer eventjes aanhakt aan jouw energie, dat er een uitwisseling is van codes en dan gaan jullie wegen weer gaan scheiden. Dat kan ook. Ik heb verschillende personen, eigenlijk verschillende divine masculines, om het zo te zeggen, die op een of andere manier in mijn leven zijn, niet op een romantische manier, op een vriendschappelijke manier, maar waarvan ik weet dat net doordat zij de kans krijgen om regelmatig met mijn energie te verbinden, dat zij zelf in staat zijn om stappen te nemen in hun eigen proces, elk op hun eigen manier. En dat is oké. Dus ook dat is weer een nieuwe vorm dat we neerzetten van templates rond relaties tussen mannen en vrouwen, tussen vrouwen en vrouwen, mannen en mannen, dat maakt allemaal niet uit. Maar dus dat we veel meer leren wat het betekent om een diepe zielsconnectie vorm te geven. Dan heb ik niet over een tweelingvlamconnectie, zeker niet. Maar over die echte diepe soulmate-connecties. Hoe dat werkt. Want dat werkt ook niet zoals dat we het altijd geleerd en gedaan hebben. Dus ook daar zijn het allemaal nieuwe dingen dat we mogen leren. Dat we mogen leren ook onze waarheid spreken zonder angst te moeten hebben dat de andere ons gaat blokkeren of ons niet meer wilt of geen vriend meer wilt zijn of wat dat het ook maar is. Het is een kwestie van leren grenzen aangeven. En dat is ook een energie te voelen van oké, nu neem je te veel energie van mij. Nu moet ik voor mijn eigen energie zorgen. Nu kan ik er wel voor jou zijn. En dus dat ook op een goede manier, een respectvolle manier, vanuit liefde te gaan communiceren en te gaan delen met de anderen. Zo, ik denk dat de boodschap duidelijk is. Moest dat niet zo zijn, zet gewoon een comment hieronder en dan leg ik het nog extra uit. Als je voelt dat je zelf tegen een aantal angsten en trauma's, of hoe je het ook wil noemen, aanloopt op dit moment, dan raad ik je zeker aan om de transmissie die laatst gemaakt is, of online gezet is, ik dacht in het weekend, afgelopen weekend, om die meermaals te beluisteren. Dat hoeft niet elke dag te zijn, maar om die te doen, dan even te laten
indalen, om zo te zeggen, zodat die inzichten tot jou kunnen komen. En dat kan je al dan niet later nog eens doen, of eventueel een andere transmissie waar dat je zelf naartoe geroepen wordt. Er zijn een aantal gratis transmissies beschikbaar hier op YouTube. En op mijn website, op website de6enietvlam.be bedoel ik dan, staan er ook transmissies die beschikbaar zijn, maar die tegen een kleine betaling zijn. Natuurlijk in de trajecten met de universele vlammen, daar wil je nog tientallen andere transmissies. En ook als je lid of deelnemer wordt van het traject Spiritueel Ondernemer, daar vind je ook nog een keer. Maar die transmissies zijn dan specifiek toegelicht of aangepast of verbonden met het ondernemerschap, met het lichtwerkerschap. Bijvoorbeeld de laatste of een van de transmissies, ik dacht module 9 of 10, in module 10, is er een transmissie waarin dat hogere chakras die verbonden zijn met lichtwerkers, frequentie die geactiveerd, geoptimaliseerd en gedaan wordt. Bijvoorbeeld module 9 is een transmissie waarin dat je eigenlijk oude kennis terug gaat gaan integreren en zo verder. Dus allemaal met als doel om nog meer lichtwerkers echt te gaan activeren, echt in de missie te stappen. En niet zoals dat je heel veel spirituele leraren ziet, die nog tegen hun eigen belemmeringen, hun eigen schaduwen aanlopen, daar niet verder durven of willen of onbewust over zijn. En dus daarmee ook het proces van andere mensen gaan belemmeren. En dus op die manier, via het werken van universele vlammen, kunnen we de valkuilen van de mind een stukje omzeilen. Omdat via de energie kun je dan eigenlijk het veel meer openingen creëren in het mentale lichaam. En waar dat anders de mentale blokkades, als je iets gaat zeggen of mentaal gaat deelnemen, gaat het mentale dat op mijn lichaam blokkeren en kan het niet verder. Dus vandaar zijn die universele vlammen ook super handig, zeker als je coach of lichtwerker bent, om die te gaan leren gebruiken in jouw eigen praktijk of onderneming. Zo, nu ga ik het echt stoppen, want anders ben ik hier nog uren over aan het vertellen. Er is altijd zoveel te vertellen, maar ik probeer altijd hele korte video's te maken, zodat de kern duidelijk blijft, dat het hapbaar blijft en dat, dat je er echt iets mee kan gaan doen. Geen ellenlange uren video's. Daar hou ik zelf ook niet van. Bij mij moet alles snel van vlot gaan. Dus ja. Zo, dat was in deze video. Als je vragen hebt, of je wilt een persoonlijke reading, of je wilt met mij samenwerken in één of meerdere trajecten, stuur mij een mailtje en dan kijk ik op welke manier dat ik van jou van dienst kan zijn. Er zijn voor alle trajecten zijn er termijnbetalingen in, omdat ik weet dat geld niet altijd even gemakkelijk is voor de meeste mensen. Tegelijkertijd ben ik ook niet de goedkoopste en dat is ook mijn reden, omdat ik weet dat iemand die klaar is om het dergelijke bedrag dat ik voorop sta te betalen en te investeren in zichzelf, dan weet ik ook dat die persoon daadwerkelijk klaar is om die diepte in te duiken. Want dat is hetgeen wat dat betekent om met mij samen te werken. Waar je echt in de diepte geduwd. Ik ga je niet laten verdrinken, zeker niet. Maar het is super belangrijk om echt die mentale blokkades aan te kijken. Emotionele ballast te gaan uitzuiveren. En het kan heel snel gaan, zeker omdat we ook werken met die vlammen. Maar daarom maakt het niet altijd even makkelijk. En dat is een stukje dat sommige mensen nog te vaak dan zeggen van, oh ja, oké, dan doe ik het wel op een andere manier. Of ga ik wel naar iemand anders. En dat is oké. Dat is oké. Dat is dan ook waar dat zij op dat moment staan. En daar heb ik alle respect voor. Zo, ik wens je alvast een fantastische dag. En tot in de volgende video. Dag!